De regering heeft een vervolg gegeven aan de gronduitgifte voor bewoners van Para. Op zondag 19 april werden bereidverklaringen en toewijzingsbeschikkingen uitgereikt voor het nieuwe woningbouwproject de La Vigilancia. De eerste groep betreft 508 personen, waarvan zondag slechts een deel symbolisch de stukken mocht ontvangen. Er zijn in totaal 1700 kavels geprojecteerd, deels als bouwkavel en deels voor landbouw. Meneer Kentenhuis, een bijzonder moment vandaag in het district Para. Er worden meer dan 500 bereidsverklaringen en toewijzingen gegeven. Vanaf wanneer is dit project gestart? Nou, laten we zeggen dat we met het project al jaren zijn gestart. Alleen heb je dus obstakels gehad, waardoor we uiteindelijk vandaag, 2020, in de maand april, kunnen we dus een aantal mensen blij maken met een bereidverklaring, een toewijzingsbeschikking. Maar we hadden het ook al gezegd, vanaf 2015 heb ik het zeker gezegd van luister, we werken aan die oplossing van de problemen die mensen hebben met betrekking tot grondaanvragen. En we gaan niet rusten totdat wij dus geen gevolg hebben gegeven aan deze belofte. Dus we zijn doorgegaan, we hebben gezegd, al is het een dag, twee dagen of een week voor de verkiezing, we gaan inhoud geven, we gaan deze belofte inlossen. Dus het heeft jaren geduurd, maar we zijn blij dat we vandaag zover zijn om het project te presenteren. En dat we nu vandaag 500 mensen kunnen blij maken. Maar de bedoeling is dat we meer dan 1000 mensen van het district Para zullen faciliteren. We begrijpen ook dat er ook aandacht is besteed aan de occupanten. Dat ook zij in aanmerking zijn gekomen. Hoe is dat voortraject daarvan verlopen om ze in kaart te brengen en natuurlijk om ze deze toewijzing te geven? Nou, we praten over occupanten. In Para willen we in feite niet praten over occupanten, omdat we de geschiedenis kennen. Het zijn mensen die langer dan 30, 40 jaar op perceel hebben gewoond, die toen behoorden aan de Billington Maatschappij Suriname, later aan de Suralco. Suralco heeft de percelen doorverkocht met de mensen erop. Dus de nieuwe eigenaar werd geconfronteerd met mensen op de percelen. Omdat de mensen dus geen woonrecht konden aantonen, moet je ze dus als zodanig aanmerken, occupanten, mensen die dus onrechtmatig op de gronden woonden. Maar we hebben ons het lot van deze mensen naar ons toe getrokken. En in 2015 was het de bedoeling dat we een aantal van deze mensen al zouden helpen met een stuk grond. Het is niet gelukt door omstandigheden buiten onze schuld, om het zo te zeggen. Maar we hebben gezegd, we zullen deze mensen helpen. We gaan de mensen niet aan hun lot overlaten. We gaan de mensen niet laten totdat ze op een oneigenlijke wijze kunnen worden ontruimd door nieuwe eigenaren. Dus wat we hebben gedaan is de mensen in kaart brengen vanaf 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. En uiteindelijk kunnen we de mensen dus nu helpen. En we gaan al die mensen die daar onrechtmatig zijn, tenminste de mensen die zijn geregistreerd, de mensen die daar al jaren wonen, langer dan 30 jaar, al deze mensen zullen we helpen aan een stuk perceel, dus een stukje zekerheid. En dus dan kunnen ze verder gaan met inhoud geven aan hun leven. Het beleid van de regering Bouterse Adin is erop gericht om zoveel mogelijk de achterstanden in de uitgifte van gronden in Suriname in te lopen. In alle districten. We nemen daarbij mee niet alleen de nieuwe aanvragen die er zijn, maar we nemen dus ook mee de oude aanvragen. Mensen die al langer dan 10 jaren wachten op hun toewijzingsbeschikking, die komen dus ook in aanmerking. Vandaag is het zover. We hebben twee momenten die wij vandaag aan de orde zullen stellen. Eén is dat wij 508 bereidsverklaringen en toewijzingsbeschikkingen zullen uitreiken.
Goedemiddag, met Taku Alamalama Sweet Ode. We denken dat Bonfuro Menaf Taki, omdat Atori Takikba. Maar we gaan versteren Alamala naar een moment die zie. Ik had het al eerder gezegd dat wanneer het gaat om zaken die we misschien hebben beloofd, de regering Boutense Adin, dat het niet moet lijken alsof we mensen zijn vergeten, maar dat we het werk blijven doen. En wie zo'n 20 jaar de verkiezing, wie zo'n 20 jaar de verkiezing, wie zo'n 20 jaar de baga-verkiezing, we dwingen. Het staat in de grondwet, het is een verplichting aan elke regering. Aan deze regering, Boutense Adin, geeft daarin inhoud, of daaraan inhoud. Dat we voldoen aan een stukje verplichting om meer dan 1000 mensen van het district Para weer te helpen aan een stukje grond, zodat die kan bouwen of zo, tan en tapu. En ook als partij hebben we, of als regering, hebben wij ons gebogen over de kosten waarmee de mensen geconfronteerd worden. En daarom ben ik blij dat de regering Boutense Adin heeft gezegd van luister, we gaan de kosten voor uitmetingskaarten met GLIS ID gaan we subsidiëren. Vanuit de president, met de Grand Tani, de president van Kondre, die stelt u in een gelegenheid en die jouw ideologie voor de historie. Met de Grand Tani, een minister voor ROGB, die tekent een papieren voor de smaja in het district kan kiezen van zekerheid. Met de Grand Tani, de drie assembleeleden, meneer Sapoen, meneer Kensenhuis en mevrouw Vreedzaam voor haar ondersteuning. Met dat Grand Tani ook toe, mevrouw Jesuro, mevrouw Nita Amoida en dochtervertegenwoordiging daar. En met dat Grand Tani misrefi, dat mikisa inspiratie naar alle den tegenslag die we kiezen naar alle den Libi voor kan tjades aan die kosten staan. Wat is uw reactie naar de mensen toe die achter dit project hebben gezeten? Nou, ik zeg ze. Mijn reactie is hierop dat ik ze toch heel hartelijk wil dankzeggen, want het is tot een, het komt tot een goed einde. Darren, je hebt als jongere je bereidsverklaring in ontvangst mogen nemen vandaag. Wat gaat er in je om? In mij om? Ik ben heel erg blij dat ik een stuk grond heb gehad van de overheid en dat ik het goed ga benutten. Misschien landbouw doen, zodat ik verder kan opbouwen. Ik ben heel dankbaar, ik ben heel blij. Ik had niet gedacht dat het zo snel zou gaan. Anderen hebben jaren gewacht. En moet u zeggen, ik heb niet zo lang gewacht. En dat is zo geweldig. Wat is het traject dat u nu gaat uitzetten, nu u dit heeft? Nou, ik heb heel veel in mijn hoofd. Ik wil veel neerzetten. Maar natuurlijk, alles moet eerst op papier. En ik zal het goed gebruiken. Ik heb een wens in gedachten. Mijn wens is echt om een crèche-peuterschool op te zetten. Dus ik zal gaan werken. En mijn stuk grond dat ik heb gekregen goed gebruiken. Ja. Mevrouw Brown, hoe lang heeft u gewacht op dit moment? Nou, een tijdje hoor. Het gaat een hele lange tijd. Maar het is eindelijk tot vervulling. Uw bereidsverklaring heeft u vandaag in ontvangst mogen nemen. Wat betekent dat voor u? Een heleboel, vooral voor mijn gezin, mijn familie. Want we zijn nu op dit ogenblik op huurgrond. Eindelijk iets voor je eigen hebben, het is fantastisch. Echt fantastisch.